Dit is de woonkamer, hè? Ja, dit is de Philips Living Room. We hebben vloerverwarming. We hebben een heel mooi ensemble aan meubelen bij elkaar gezocht. Dit is ontzettend chic. We hebben blauw-wit streepjesbank. We hebben kroonluchters aan de plafonds. Mooie ornamenten. Gipsornamenten. Ja, dit is echt het pronkstuk van de Academy. En dan de sport. Jeroen. Stel, je bent een schaatstalent. Je bent ambitieus, maar je komt niet uit een schaatsland als Nederland, Duitsland of Noorwegen. Wat dan? Dan ga je naar de vandaag geopende schaatsacademie in het Zuid-Duitse Insel. Een initiatief van een Nederlander die de schaatssport mondialer wil maken. Als je het Zuid-Duitse dorpje Insel binnenrijdt, voelt het alsof je in een tijdmachine terug in de tijd bent gereden. Zoals ooit in de film Back to the Future. Alles is nog als toen. De hotels, de mensen en zelfs de idolen. Maar wellicht dat deze UFO het dorp weer richting de toekomst brengt. Want een prachtige schaatsbaan trekt publiek. En als het aan de houden van dit pand ligt, wordt Insel zelfs weer net als vroeger het middelpunt van het internationale schaatsen. Want Marnix Wieberdink opent hier deze week een heuse internationale schaatsacademie. We begonnen met het plakken van logo's op buitenlandse schaatsers, zo werd het in het begin genoemd. Men noemde mij een logoboer. Maar dat is helemaal uit de klauw gelopen. Want het is nogal wat, het gebouw waarin Wieberdink het internationale schaatsen op een hoger plan wil tillen. Ja, dit is een stiltegebied. Zoals je ziet, mag hier niet praten. Geen telefoon, geen geluid, want hier heerst rust. En dit is zoals een kamer eruit ziet. En hier slapen ze straks, de talenten uit schaatsontwikkelingslanden, onder de beste omstandigheden. We leren ze eten, we leren ze slapen en rusten. Joop Zoetemelk zei het al, hè? Je wint je wedstrijd in bed met rust. En leren hun materiaal te behandelen. Er zijn landen bij die hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. We gaan voor ze koken. We hebben een horecakeuken ingericht. Het eten voor vanavond staat al klaar. Alles spiksplinternieuw. Hier wordt eten gemaakt. We hebben een eigen kok. En dat dienen we op in onze eigen kroeg. En ook voor op het ijs is voor alles gezorgd. Onder meer door de snelste man op schaatsen, Jeremy Wotherspoon, aan te stellen als coach. 34-03, wat een stap zet hij. Een sprong, een reuzensprong. I think that the opportunity is really incredible because everything is taken care of. You come here, you have a bed, you have trainers, you have, you know, a cook. You have everything you need, you have people teaching you stuff that you couldn't have learned otherwise and looking after things for you so you can just relax and rest and then train and just focus on the important things to become better at speed skating. Alleen maar mensen helpen met geld. Het is het sturen van geld naar buitenlandse schaatsverbonden. Dat heeft geen zin. Er zijn landen bij, als ik daar 10 keer meer geld naartoe zou sturen, dan nog kunnen ze geen ijsbaan bouwen. Dan nog hebben ze geen kennis van materiaal, geen kennis van slapen, geen kennis van voeding. Dus we draaien het om. We sturen bepaalde landen, bepaalde sporters geen geld meer, maar ze krijgen een uitnodiging. Zo hoopt Wieberdink in deze luxe academie vooral het schaatsen in de kleinere schaatslanden naar een hoger niveau te tillen. Het begint bij, is er structuur in een land? Hoeveel uur toegang heeft zo'n persoon per jaar tot het ijs? Is er een bond die functioneert? Is er überhaupt een structuur, een systeem? En zo'n jongen moet wel talent hebben. We gaan geen krabbelaars uit Argentinië of zo. Dat gaan we niet doen. We willen hier serieuze topsport bedrijven. In een serieus mooi gebouw. Met serieuze faciliteiten. Het enige dat nog ontbreekt is de officiële steun van de ISU. Ik zou dat heel verstandig vinden. Van de ISU. Is dat ook zo? Dat weten we nog niet. Het proces loopt. Deze zomer kunnen de eerste 15 schaatsers aan de slag in de schaatsacademie. En wie weet levert Insel dan wel meer wereldkampioenen op dan ooit gedacht.